gemilitariseerde zone in het Rijnland. Het Oostenrijkse Nederland en de stad van Tsjechoslowakije had geannexeerd, viel hij op 1 september 1939 Polen binnen, waarmee de Tweede Wereldoorlog opgezet. Door? Ja, goed, door. Ja, ja. Hij bleef in Berlijn toen de Russen de stad innamen. En pleegde de zelfmoord met zijn minnares Eva Perron. Ja, hallo. Hij ligt begraven in een kerk in Stratford. Oh, maar zijn hoofd is ingevroren en ligt in een vriezer in Glendale, Californië. Oh nee, laten, zijn beroemdste quote. Zijn beroemdste quote is, to be or I did not have sexual relations. Zonder verder omgaan te worden. Wij zijn er trots op u het verzameld werk van William Shakespeare in uw kort te kunnen presenteren. De wereld is een schouwtoneel. Elk speelt zijn rol en ieder krijgt zijn deel. Men treedt erop en gaat er af. Een mens speelt vele rollen in zijn leven. Ja, wacht even, dit is natuurlijk onzin wat hier staat. Boven mag ik even wat licht? Ja, dames en heren, hoeveel rollen kan een mens precies spelen? En volgens mijn berekeningen bevat het werk van William Shakespeare 1224 rollen. Veel te veel. Neem bijvoorbeeld zijn meest populaire stuk, Romeo en Julia. Twee gepassioneerde geliefden, een bemoeizuchtige voedster en meevoelende priester zijn van wezenlijk belang voor het verhaal. Maar Mercutio, Lady Capulet, dat is lelijk, overtollig, vet op Shakespeare's anders zo afgetreden werk. Laten we daaraan beginnen om Shakespeare's grootste romantische tragedie te ontdoen van alle vet en blubber, om uit te komen bij het mooie, sappige, minderjarige vlees van Romeo en Julia. In een bewerking van Jan Koenen. Goed, Bob, licht. Eerste scène, eerste bedrijf. Op een plein, twee mannen, Rad van Kerst. De dochter is verkracht, de onderuit gesneden, had beide handen afgehakt. Nou, dan dus koken met het laatste, maar u ziet het niet. Tenzij u natuurlijk de verkrachter van uw dochter koopt en hem serveert aan zijn eigen moeder tijdens een stijlvol duet. Mijn dochter Lavinia en ik gaan u vanavond laten zien hoe dat moet. Lavinia! En hij voelen wij ons vandaag, Lavinia? Ik weet het, het is klote, maar vanavond gaan wij lekker graag met me, toch? En jij, vuile schoft, ik maal je botten tot kruis, meng het met je bloed tot de ponddeeg, en daarom laat ik een lekker kostje stollen. En van je valse kop maak ik een overheerlijke pastei. Goed, laten we beginnen. Lavinia, vang jij je bloed op? Ja, baba. Dames en heren, allereerst maken wij een mooie, precieze snee van de halsader en naar de keelader. En zo. Zorg u er altijd voor dat u een grote kop bij de hand hebt. Want het menselijk lichaam bevat minstens 5 liter bloed. Goed, als die dood is. Ben je nog niet dood? Als die dood is, dan moet er een half liter kennen. Het zou ongeveer nu het geval moeten zijn. Als die dood is. Jongens. Even dop in de rug. Als die dood is, maal ik meel uit zijn gebeente, besprenkel dat met dit en vergiftigd vocht en in dat deeg pak ik zijn valse kop. Op zo'n 220 graden en na 40 minuten heb je een overheerlijke pastei
van menselijk kopvlees. Die ik natuurlijk al eerder heb klaargemaakt. Ik heb zelf al lange vingers afgemaakt voor het dessert. Goed, dames en heren. Wie is de eerste die dit overheerlijke, proteïnerijke gerecht zou willen proberen? Ik zeg het echt, meneer. Jij ziet er wel uit alsof je een hapje lust. Naar de uitzending van morgenavond te kijken, waarin onze gastkok Tycho van Athene een overheerlijke ratatouille zal maken van onze speciale gasten, de vrolijke vrouwtjes van Wits. Goed, nou zeg tot ziens, Lavinia. Tot ziens, Lavinia. Bijna goed. Allemaal. Oh. Door dit stuk van Shakespeare, hij zwom nu in de blockbusters zijn artistieke horizon verbreden. Vergelijkbaar de primitieve wraaktragedie, de onvolwassenheid van Typus Andronicus met de complexe subtiliteit van zijn, van de menselijke staat in zijn tobberige, duistere tragedie Othello, de moord van Venetië. Ik vraag u, wanneer u in uw geschriften mijn ellendige daden zult noemen, ze dan te beschrijven zoals ze zijn. Wees niet omzichtig, nog kwaadaardig in uw omschrijving. U moet spreken van een man die niet wezenlijk minder, maar al te goed. Hoe is hij? Zit! Ja, Bob, mag ik eens wat licht? Ja, neem niet kwalijk, dames en heren. Hé, wat ben je aan het doen dan? Wat is dit? Dames en heren, het spijt ons verschrikkelijk. Wis zou Othello voorbereiden, maar het blijft zo dat hij zo overtuigd was van de onfeilbaarheid van het internet dat hij het woord moor googelde, hij in Suriname terecht. Weg mensen, dat kunt u niet maken, man! Jot! Laat zo de gelegenheid gebruik maken en vertel de mensen even, wat is een moor? Ja, Peter, dat is gek genoeg een onderwerp van een zeer verhitte wetenschappelijke discussie. Het woord moor verwees in de 16e eeuw specifiek naar Afrikaanse berbers uit Noord-Afrika. Oh, dus Othello is Marokkaan? Ja, zo ongeveer. Nee, daar heb ik een vraag over. In de spreken van een man die wijsje met een rode goed op. Ach, Fatima! Wacht dan, dat stuk speelt toch in Italië? Certo che verhaal me in tempo, ze kunnen met haar woord op de zwaar. Mara, gitta, mara, gitta, doda, gitta, mara, gitta, Maria! Zit! Othello is zwart! Ik haal de schmink! De huidige entertainmentindustrie gaat uit van een zeer precieze etnisch verantwoorde casting. Dus, als Othello een African Italian is, moeten we op zoek naar een Noord-Afrikaanse berber die de Koran uit zijn hoofd kent en van spaghetti houdt. Ja. Iemand? Jawel. Nee? Die ook een beetje Arabisch spreekt. Van spaghetti houdt? Niemand? Helemaal niemand? Ja, nee. Nee, sorry, dat vind ik onzin. Nee, dat wij wit zijn, dat betekent ook niet dat wij Othello niet kunnen overbrengen op een publiek. Nee, ik heb een idee. Ik heb een idee. Ja, nee, het is misschien wat old school, maar ik heb een idee. Oké, hier. Alright. Bob? Ja, dank je. Dit is het verhaal van een broer genaamd Othello. Hij was gek op blanke wijven en op limoncello. Ja. En Iago was er ook nog en die was heel jaloers.
Othello van Venetië, die vond hij maar platvloers. Maar Othello trouwde met zijn lief Desdemona. Trok haar op ten oorlog, liet haar gewoon alleen aan. Hoe dat na? Dat gaf me een gehona. Gekreuna, toen hij haar liet alleen aan. Hij schreef er ook geen brief en deed je telefoon aan. Othello hield van Venetië zoals Adonis hield van Venetië. Hoe denk je dat te doen? Vertel. Ik ken zijn zwakke plek, broers. Hij is gewoon tante jaloers. Ik zoek een ezel. Ik zoek een bezel. Ik zoek een simpele ziel. Dus jij ons voor Cassio, op totale tequil. Hij stopt deze start op in Cassio's broek. Zodat Othello zich afvraagt. Oh, what the fuck zou ik kunnen dat toen ik vocht? Voor vaderland en vorst. Dat Casey zich vergist en heeft naar Cassio's vorst. Sa-sa-sa-sa-sa-salami! Sa-sa-sa-salami! Zo. Ze staat hier naar huis en terug naar de vrouw. En heeft dan verder ook geen enkel verhaal. Maar dan staat Emilia in de deur. Die kennen we al, die uit de treffer. En die zegt, stop op, ze was geen hoer. Ze was heel zuiver. Ze was maagdelijk wit, broer. En nu is ze blauw. Waarom heb je haar gesmoord? Dat was goor. Rare hoor. Wat ga je doen na deze moord? En Othello zegt... Wow, het wordt me hier te heet. De zwarte DNS waarmee die harakiri deed. Do that funky lord thing, white boy. Ja, kom maar mee weg vanwege een technische fout. Wat? Technische fout? Ja, gewoon van moment weg met de technische fout. Dat bedoel je nou, man. Wat? Oh, ik weet niet exact de technische fout, maar Jago komt ermee weg. Dus iedereen op een stuk gaat dood, Jago komt ermee weg? Met een technische fout? Ja. Yeah. Serieus? Ja. Wat een kut stel, hè. Afrika! Samenwerkingsproject is en de integratie van wegbezuinigde acteurs die in ontwikkeld. En daarom dat ik op de vraag van het steunpunt hou me vast, deze een beetje begeleid met zijn ADHD. En ook Jan vanuit Stichting Kruk Droog voor. Van alcoholproblemen. Nou ja, dus dan weet u dat alvast. Als je daar op enige manier hoe dan ook hinder van zou ondervinden, dan hoor ik dat graag. Zo, ja, en dit. Ik doe het voor u alleen. Bob, help eens even in Denemarken, mist, nacht. Op! Wie daar? Blijf staan en maak jezelf bekend. Lang leve de koning! Ah! Bernardo! Hey, Marcellus. Help! Ja. Ja, met twee is toch leuker, vind je niet? Ja, dank je, Bob. Weet u, ik had vannacht zo'n rare droom. Ik zie ze.
acteursdroom, nachtmerrie. We waren deze voorstelling aan het spelen en het ging heel goed, zat een tempo in. Toen we ons opeens realiseerden, Chris en ik, dat wij die stukken van Shakespeare helemaal niet gelezen hadden. En zomaar van alles bij verzonnen. Ja, ik had Jan ze dan wel gelezen, maar toen verdwenen Jan en Chris ineens. En toen, ja, toen stond ik helemaal alleen op het toneel. Helemaal naakt. Met nog een uur te gaan. Hé, wat? Het is nou, Chris, dat hoort dan, hè? Ja. Hij is jarenlang voorzitter geweest van de stichting Groot Gewoon, nagelopen als groenrecht ziet. Ja, hij is een heel eind geweest, maar nog goed wil het nog eens gebeuren. Dat... Goed, waar waren we gebleven? Ja, dames en heren, we hebben 36 stukken gehad, we moeten er nog één. Bob, mag ik licht voor misschien wel het grootste meesterwerk dat ooit in de Engelse taal is geschreven? Waar is mijn helm? Helm, de trap. Hamlet, de tragedie van de Prins van Denemarken. Plaats van handeling, Denemarken, op de kantelen van kasteel Elsinore. Tijd van handeling, 12e, misschien 13e eeuw, rond middernacht. Twee wachters treden op. Wie daar? Blijf staan! En maak jezelf bekend! Lang leef de koning! Het sloeg om 12! Ga naar bed, Felatio! Horatio! Zeg het! Laat ik deze nacht afbreken en wat we gezien hebben. Bedankt voor de aflossing! Wel nu! Goedenacht! Wat? Godverdomme! Stil! Zwijg! Oh. Daar komt wat! Oh. 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 Dat lijkt de oude koning wel! Oh. Hij wil dat je tegen hem spreekt! Bij God! Ik verzeer je! Spreek! Wie ben je? Zo, hij is weg! Ik stond op een kut te spreken toen die sok kraaide. Hallo, laten we de wacht opbreken en wat we gezien hebben onthullen aan. Hamlet, prins van Denemarken! Oh, om dit vaste vlees maar smelten. Ontbinden. En vervloeien tot een dag. Hoe kan het dan toch? Was 2 maanden dood. Hij hield zoveel van mijn moeder. Zwakheid. Uw naam is vrouw. Wat? Ja, gaat ook voelen. Waarom trouwden ze met mijn oom? De broer van mijn vader. De pastijen van de begrafenis waren nog niet koud geworden. Of ze stonden al op de bruiloftstaaf. Hendrik! Horatio! Ah, van Denemarken. Horatio, ik dacht dat dit mijn vader zag. Hé, hey, wat ben je hoofd, man? Beetje fiks in gedaan voor de emotie. Waar? Oh. Nee, je vader. Oh, in mijn verbeelding, Horatio.
Ik geloof dat ik hem vannacht helemaal heb gezien. Gezien? Wie? De koning, je vader. De koning, mijn vader? Waar was dat? Op de kantelen waar we de wacht hielden. Oh, dat is heel vreemd. Ik kom vannacht kijken. Misschien verschijnt hij nog een keer. Oh! Sorry, maar bedankt. Ja, natuurlijk. Ja. Oh! Dit kan niet goed zijn. Was het maar vast nacht. De wind is bijtend scherp. Het is erg koud. Oh, zo, dit is niet de harde Hamlet. Oh, kijk uit. Daar komt wat. En dan in de hemel. Sta ons bij. Er stinkt iets in de stad. Luister naar mij! Spreek! Ik ben verplicht naar u te luisteren! Aan de dingen als je dat hebt gehoord! Als jij ooit van je vader hebt gehouden, wreek dan zijn dagen aan onnatuurlijke meurt! Meurt! Ja, moord! Moord! De slang die leven uit je vader wegbeet, draagt nu zijn treur! Met hun! Ja, je oom! Laat niet de koningsweg van Denemarken een nest van wellness en vervloekte incestzeun. Incestzeun? Nest! Vaarwel, Sintra! Hamlet! En vergeet mij neus! Hamlet! Hamlet! Dus rot op nu, ik heb een monoloog. Nou, dames en heren, ik hoop dat u trots bent op uzelf. Ja, dan heb ik het vooral tegen jou, Vanessa. Nou, neem maar slok. Zou ik zeggen. Ik denk dat we de to be or not to be monoloog dan moeten skippen voor vanavond. We kunnen de to be or not to be monoloog niet skippen, Chris. Het is de beroemdste monoloog uit het dat we steeds gegeven. Man, zwaar overschat. Wat zeg je nou? Overschat, kom op, schat. Ja. Denk op zijn na. Hendrik wordt verondersteld om zijn oom van kant te maken. En opeens wil hij zichzelf van kant maken. Komt er opeens vandaan, verzwakt zijn personage compleet. Het maakt zijn personage complexer, Chris. Al die lagen geven hem meer betekenis. Al die lagen, Peter, maak er een verschrikkelijke brei van. Al die lange monologen met al die moeilijke woorden die niemand begrijpt. Kijk, daar moet je smart van. Gaat u ook weer?
voel mij de laatste tijd, ik weet ook niet waarom, behoorlijk depressief. Ik vind niks meer leuk. Ik voel me zo belazerd dat ik dit prachtige bouwwerk, de wereld, niet meer binnen een verzameling kale rotsen. Dit is een sublieme hemelkoepel, een machtig firmament, een majestueuze dag, versierd met gouden honden. Nou, ik vind het niet meer dan een gevaarlijke opeenhoping van smerig en schadelijke dampen. En wat een meesterwerk is de vent? Hoe rijk aan verstand? Hoe onbegrensd in zijn mogelijkheden? Hoe bewonderenswaardig en krachtig in gestalte en beweging? In zijn handelen een engel gelijk. In zijn bevattingsvermogen een god gelijk. Het sieraad van de wereld. Het pronkje wil weer vieren. En toch. Voor mij. Wat is de quintessens van deze stof? Daar. Een man. Naar een vrouw. Dat vind ik even zoals Anton en Bianca. Ja, ook! Dus als ik Ophelia speel, dan kan ik verschillende lagen toevoegen? Ja, zou wel fijn zijn, ja. Het is niet alleen je gillende kots, weet je, er gaat namelijk iets om, onder dat mooie uitdrukking. Ik snap het. Ophelia is gecompliceerd. Ik durf te wedden dat zij in de ga naar een klooster zijn. Dat zij hoogstwaarschijnlijk dingen denkt en voelt. En dat dan tegelijkertijd. Wacht even, wacht even. Weet je wat? Laten we die scène gewoon even spelen. Even ja. Je mag aan Vanessa. Ja, oké. Okay. Ja. Oké. Oké, Jan, kun jij nog een keer een monoloog doen dat het anders lukt dat ik jou troost dat het dan goed gaat? Ja. Oké. Zijn of niet zijn, daar Vanessa moet je wel lachen. We lachen, Vanessa. Dat gaat zo niet. Peter, we komen er niet in. Kom er niet in, kom op, gewoon even doen. Ja, hallo, ik kan niet zomaar even al die lagen spelen. Dat pak je toch zo wel. Nee, als Ophelia werkelijk zo complex is, ja. Want dan zouden we haar hersens moeten pellen als een ui. Wacht even. Chris, dat is gewoon een zeldzaam theaterwetenschappelijk helder moment. We zouden Ophelia's S, I en über I kunnen afpellen. Een soort Freudiaanse analyse kunnen doen. Ja, een Freudiaanse analyse, laten we dat doen. Ophelia, kan je in drie delen. S, I en über I.
Oké, okay, nou ja, ik ben Ophelia, dat is niet, maar dan moet een van jullie het Ig spelen. Ik ben Polonius, straks Laertes, de belangrijke stuk in de stukzijde komt eraan. Kan je dan over het boek? Ja, hé, hey, hallo, Hamlet. Wie moet dat dan doen? Goed, dan vraag ik het aan een van mijn nieuwe vriendjes. Chris, in godsnaam, je gaat toch niet helemaal met een bimbo uit het toneel laten zien? Nee, dit is geen bimbo, dit is een van mijn beste vrienden. Hij zit te spelen, kom op nou. Lisa, vind jij het goed als wij jou Pop noemen? Dat is wat makkelijker te onthouden. Hou je mond, Peter. Jij bent Ophelia's S. Oké, dus Pop, ga met mensen staan. Kom hier. Ja, oké. Jij bent Pop. Wat er gebeurt, dit is een heel erg belangrijke scène. En wat er gebeurt is Pop. Jan, kun jij even Pop de verschillende lagen uitleggen? Ja, Pop, het is heel simpel. Hamlet speelt op de sublimerende roosters uit zijn kindertijd uit. Hij transformeert zijn onderdrukte oedipale verlangens in een geseksualiseerde boeken richting Ophelia. Dus met andere woorden, hij hangt de klootzak uit. Ja, dat is even makkelijker. Ja. En Ophelia's S, dat ben jij dus, die vertegenwoordigt die rauwe dierlijke kracht van het individu. Die Chris al heel aardig heeft voortgegeven in Ophelia's handelsmerk, de schreeuw. Ze begrijpen er helemaal niks van, hoor. Hou je mond, Peter. Doe niet zo negatief. Ja, negatief. Goed, dus Hamlet die maakt zich vreselijk druk ja. En zegt tegen Ophelia dat ze uit zijn leven moest verdwijnen. Hij zegt... Ga naar het klooster! En als antwoord daarop komt dan de schreeuw van Ophelia's S. Ja, dus Bob, dit is heel simpel. Ik, Hamlet, schreeuwt. Ga naar het klooster. En jij, Ophelia's S, schreeuwt. Zullen we proberen? Ja, ik geef hem. Je bent bedankt, hè? Joko, de groep ligt uit elkaar. Hou je mond bij elkaar. Moet je niet opletten, dat is oude garde. Ik heb een mond. Neem maar slok. Zou ik zeggen. Ik denk dat we de to be or not to be monoloog dan moeten skippen voor vanavond. We kunnen de to be or not to be monoloog niet skippen, Chris. Het is de beroemdste monoloog uit het Verenigd Koninkrijk. Man, zwaar overschat. Wat zeg je nou? Overschat, kom op. Schat, ja. Denk op zijn na. Hamlet wordt verondersteld om zijn oom van kant te maken. En opeens wil hij zichzelf van kant maken. Komt er opeens vandaan, verzwakt zijn personage compleet. Het maakt zijn personage complexer, Chris. Al die lagen geven hem meer betekenis. Al die lagen, Peter, maak er een verschrikkelijke brei van. Al die lange monologen met al die moeilijke woorden die niemand begrijpt. Ha 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 ha
Dat ik dit prachtige bouwwerk